Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Punch. Alles op het gebied van ringsporten is wat we hier bespreken aan tafel. En dat ligt er niet om, want we hebben natuurlijk ook weer een paar hele gezellige gasten. Natuurlijk te beginnen met Melvin Manhoef. Leuk dat je er weer bent, Mel. Yo. En aan de andere kant hebben we Boy Boy Martin. En jij gaat binnenkort het opnemen tegen de enige echte Raymond Bonte. Jammer. Wereldtitelgevecht. Ja, toch. Vijf rondes maar. Ben je er klaar voor? Altijd. Ja? Jammer. Hey, het is een tijd geleden. Twee jaar geleden heb jij voor het laatst meegedaan. Onder andere was het een partij tegen Brunswijk. Dat tegen Klaai Brunswijk. Al die tijd ben je eigenlijk... Waarom heb je niet getraind? Ik heb getraind. Of geen wedstrijd gedaan? We hebben geen wedstrijd gehad. Corona? Ja, corona. Oh, ja. Ja, en, maar ik ben wel altijd blijven trainen. Oké. Okay. Klem is naar Melvin geluisterd, dus... Daarom ben ik hier weer. Ik moet mensen thuis even zeggen, hij had gezegd, ja, je luistert niet. En die ander zei, jawel, ik luister wel. Je moet dat toch even uitleggen. Jij hebt soms een bepaald gevoel dat jongens iets verder hadden kunnen komen dan bijvoorbeeld, hè, dat ze dan toch er langer over doen om voor te bereiden aan een wedstrijd. Ja, zoals Boy Boy, die kan dan, zeg maar, ja, iedereen kent hem natuurlijk. Die man kan volgens mij 2 meter hoog springen. Ja. Hij is wel explosief. Trappen, makkelijk, zijn linkerbeen komt eruit of je ziet hem niet. Nee. Maar ja, dan heb ik wel eens gesprekken met hem gehad en van ja, zeg ja, oké, je moet gewoon blijven draaien, je moet gewoon gas geven. Gewoon doen, snap je? Ja, en dan vecht hij en dan stopt hij weer even en dan gaat hij weer trainen, snap je? Dus het is net te weinig. Hij houdt te weinig wedstrijdritme om. Hij houdt te weinig wedstrijdritme en dat vind ik zonde, want in principe als je dat zou hebben, als hij dat zou hebben. Dat die, ja, dat is dan wordt het weer echt eentje waar je heel veel plezier van kan hebben. Kijk, dus het zijn eigenlijk mooie woorden, dat toch. Je heel veel talent hebt. Ja. En wat vind je daarvan? Ja, het klopt wat je zegt. Ja? Ja, dat klopt. Dus daarom, we gaan die titel pakken. En daarna gaat Melvin, hij heeft mij beloofd dat hij 100% in me gaat investeren. Oh, echt? Voor die... Ja, toch? En dan gaan we luisteren. Ja, dus dan ga je luisteren. Dan gaan we nog meer knallen. Nee, want ik kan me voorstellen, dat het is natuurlijk voor iedere vechter is natuurlijk een drama geweest het afgelopen jaar. Ja, klopt. En nou wil iedereen natuurlijk eigenlijk weer heel gretig weer een wedstrijd draaien. En in dit geval, jij krijgt bam, meteen een kans om een titel te pakken. Ja. En ook tegen iemand die ook behoorlijk wel zijn sporen heeft verdiend als het gaat over uren draaien, Raymond Bonte. Ja. Hè? Ook een taaierik, zeg maar. Ja, ik ken hem niet. Je kent hem niet? Nee, ik heb nooit echt naar zijn gevecht gekeken, maar ik weet wel dat het een goede jongen is. En we gaan een mooie partij neerzetten. Je hebt niks gekeken van hem ook? Ja, ik hou niet van dingen kijken. Nee? Ik hou van verrassingen, dus... Jij laat je liever helemaal... Ja, toch. Is dat een tactiek die je voor... Ja, in principe dan ben je niet bezig met wat hij goed kan. Je bent dan bezig met jezelf. En punt 2, je gaat dan anticiperen op wat hij doet, snap je? Ja, dat is een tactiek. Ja, ik hou er ook niet van. Ik kijk gewoon 1 keer een partij, dan weet ik bepaalde dingen. Maar daar heb je een team voor, snap je? En mijn team laat mij trainen op wat ik moet doen. En natuurlijk analyseer ik wel, maar ik ben er niet te lang mee bezig. Nee. Vind ik. Want dan op een gegeven moment, als ik daar te lang mee bezig ben, dan op een gegeven moment dan... Ja, dan zie ik, je weet toch, dan ga ik, oh ja, maar dat is wel goed en dat is wel goed. Ja, en ik wil zo niet de ring in gaan. Ik wil gewoon de ring in gaan van, oké, dit is wat ik wil gaan doen. En hij moet zich aanpassen aan mij. En ik ga gewoon, hij doet wat ik antwoord. En jij bepaalt ik begin de sfeer en van ik het eindig. Van, ja, dat is eigenlijk hoe je de wedstrijd ingaat. Maar voor sommige mensen helpt het heel goed. En dan analyseren ze de wedstrijd continu zelf. Ja. Maar ik vind 1-2 keer kijken ben ik oké. Okay. En dan, dan weet je waar het type vechter het is. Ja, dan laat ik de rest aan het team over. Dus zijn tactiek kan ik begrijpen. En als hij daar zich goed bij voelt, dan is het geen slechte hoor. Nee. Dus ja, ik weet niet. Doe je dat altijd? Nooit kijken naar je tegenstanders? Nee, ik kijk wat je zegt, misschien 1 wedstrijd, wat Melvin ook zegt. En daarna laat me gewoon verrassen. Ja. Heel veel verrassingen. Ja. Ja. En in die tussentijd, wat doe je in het dagelijks leven? Muziek verkopen. Muziek verkopen? Ja, man. Ja. LP's. De old school dingen. Reggae. Oh, echt? Ja, soul muziek. En, is toch nog mooiste. Het ouderwetse vinyl. Ja, man. Oh, ben je zelf ook nog steeds geïnteresseerd in muziek ook? Is echt toch. Je passie ook? Ja, man. Kijk, elke dag is anders. Het ligt eraan wat voor muziek je luistert, snap je? Ja. Soms een muziek is een soort therapie. Dan wil ik natuurlijk als ex-DJ natuurlijk ook wel weten, wat is nou, zeg maar, jouw track om te trainen?
toch van DMX nu. Ja? Ja, one more road to cross. Oh. Ja, toch. En ja, is toch nog. En even een extra belading, omdat hij nou er ook niet meer is, zeg maar. Ja, daarvoor luister ik het wel. Daarvoor luister ik het al, maar nu is het nog wel nog beter, snap je? Ja. Want dit is die weg, snap je? Nu, na de titel, nog één keer die risico nemen. En dan nog een keer het risico nemen, daarna ook nog weer. Dus. Ja, je moet hem ook verdedigen. Ja, toch daarom. Dus, ja, maar goed. Je kan hem niet. Nee, dus. Nee, dat maar is goed. De bedoeling. Precies, want je bent nog niet klaar met spelen in de ring natuurlijk. Nee. Je wil nog wel even een paar partijen ja, draaien, neem ik aan. Ik heb mijn grote voorbeeld naast me. Ja, dus, we gaan knallen, toch? Hoe jong was je nou? Ik ben heel jong nog. Ja, dus ik heb nog heel lang te gaan. Dus. Maar goed, om terug te komen naar de orde van de dag. Ja. Hè, voordat het hier iets te glijderig allemaal wordt. Van kissing. Maar goed, jongens, het is wel belangrijk natuurlijk. Hè? Je moet een titel gaan proberen binnen te slepen. Ja. En daarna mag je zeg maar toch wel je shine pakken. Ja. Maar goed, Raymond gaat het kaas ook niet van zijn brood laten eten natuurlijk. Tuurlijk. Dus daarom, we gaan gewoon een knalpartij neerzetten. We gaan de kaas de kop eraf rammen. En daarna de beste mag winnen, dat ben ik. Oh, oké, dat is mooi. Snap je? Ja. Hey, zijn er nog andere jongens in de game zeg maar, waarvan je zegt van nou, daar heb ik nog wel een appeltje mee te schillen? Ja. Wie? Hier of overal? Overal? Ja, tuurlijk. Ja, ik heb een paar jongens in mijn hoofd die ik wel wil. Zou je een paar namen kunnen lekker noemen? In je hoofd. Ja? Ja? Een paar jongens in mijn hoofd, dus ja. Ja, nee, oké. Okay. Nou. Wie? Eentje, op z'n minst. Waarbij je zegt van die moet nog wel een keer een pakje krijgen voor mij. Ja, nou, pakje. Weet toch, het is, kijk, ik heb een goede vriend, Louis. Zelf Tavares, ja, ik hou van hem. Ja. Maar dat is toch ook wel iets. Toch wel iemand waar ik heel graag tegen wil vechten. Daar zou je graag nog eens een keer tegen willen. Iedereen op 95 of 95 plus, snap ik. Ik heb gewoon zin. Ja. Kijk, als ze me de kans geven om te vechten, dan ga ik die motivatie nog meer krijgen. Ja. Snap je dus? Ja. Dus, okay. We gaan het zien. We gaan eerst terug naar de orde van de dag. Nog hier, 28 mei tegen Raymond Bonte. Dus, en dat is eigenlijk een hele zware tegenstander ook. En, een wereldtitelgevecht. Ja. Wat vind je zijn sterke punten dan? Ik heb niet gekeken. Ja. Het was ook een strikvraag. Ja. Nee, okay, maar je hebt echt niet gekeken. Nee, ik heb echt niet gekeken. Boeit je ook echt niet? Nee, ik laat me verrassen. Okay. Kijk, een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden, 2011, 12, toen Badde echt heel sterk was, heb ik met Badde getraind. Ja. En mijn doel was toen met Badde trainen. Ik wil niet neergaan. En dat heb ik volgehouden, snap je? Zolang ik met Badde heb getraind, heb ik nooit neergeslagen. En dat was mijn doel. En toen dat geluk was, toen dacht ik, ik kan tegen iedereen vechten. Ja. En je weet, bij Mike was het gewoon knallen. Het was niet een tikkertje, het was gewoon... Dat was echt serieus. Ja, maar bij Mike stond er zo'n teken op het plafond van als je dit ziet, betekent dat iets fout is gegaan. Ken je hem nog? En dat was gewoon mijn doel, ik wil dat nooit zien. Dus, als je dit teken ziet. Dan is er iets fout gegaan. Dat is iets fout. Ja, dat is gehaktdag daar. Ja. Gehaktdag ook echt. Ja. Maar het lijkt me ook wel lastig, want als je natuurlijk, aan de ene kant moet je natuurlijk keihard trainen en je moet er volle bak in gaan om te sparren, om het ritme te krijgen. Aan de andere kant wil je ook heel blijven voor de partij natuurlijk. Ja, in principe wel, maar ja, in principe train je niet zeg maar en spar je niet de laatste week keihard. Snap je? Dat doe je in het voortraject van je kamp. Je gaat dan eerst bezig zijn met de conditie, dan ga je heel veel sparren, dan ga je een beetje tactische game en dan ga je naar de wedstrijd toe. Weet je, ga je fine-tunen. Ja. En dan moet je eigenlijk al klaar zijn, snap je? Want dan moet je laden. Sommige jongens moeten afvallen, dus die zijn daar dan mee bezig. Dus dat zijn wel allemaal facetten. Dus dan ben je een beetje gewoon toch aan het heel goed periodiseren voor jezelf. Ja. Om zeg maar ongeschonden natuurlijk de wedstrijd in te gaan. Maar ja, nogmaals, het is vechten. Het is niet dat we aan het... Je bent niet aan het dammen. Nee, maar dat is een gevecht in je hoofd. Ja. Snap je? Kijk, dit gevecht is gewoon echt waar puur... om zeg maar, hoe moet ik het nou uitleggen? Het mentale gevecht, snap je? Als je dus klaar bent om de wedstrijd te doen en je hebt geen blessures opgelopen, snap je? En je bent helemaal topfit, dan is het fijn. Ja. Maar er zijn ook momenten dat je dus A, wel blessures hebt en dat wel je wedstrijd daarvoor staat. En dat is het moment
waar je de echte vechters leert kennen. Ja. Want dan gaan ze nog steeds vechten zoals net als Appie, ja, bijvoorbeeld. Helmia, ja, toch vechten. Nou, dat zijn de momenten waar je je onderscheidt als vechter. Daarom zeg ik dus, alles kan goed zijn, maar als het niet goed gaat, dan is dat mentale vecht, dat mentale dingetje, daar moet je tegen vechten. En als je die stap overwint, ja, dan denk je dat je best wel ver komt in de grote. Hoe zit het bij jou, Boy Boy? Je mentale huishouden, zeg maar. Is alles op orde? Alles op orde. Ja? Ja, man. Ben je, of kan je ook wel denken van, nou, ik heb ook een periode gehad met voorbereiden. Toen merkte ik echt wel dat het even dwars zat. Of kan je dingen uitzetten ook? Nee, ik heb goede tegenstanders gehad, zeg maar, in de gym. Ik heb een paar jongens bij elkaar gebracht. Die hebben me heen gebracht waar ik moest zijn, snap je? En ik heb mijn muziek. Snap je? Ja? Dat is de therapie, wat ik tegen je zeg. Dat is gewoon... Nou, dat is echt jouw dingen. Ja, toch. Dat snap ik wel, ja. Dat mag wel. Snap je? Een kleine man natuurlijk. Oh ja, ja, natuurlijk. Hey. Wat? Nee, mijn zoontje, sowieso. Snap Hoe oud is die? Die is nu 6. En hij heet? Dwayne Martin. Dwayne Martin? Yes. Oké. Okay. Hey, en hoe is het dan zeg maar als vader zijn? Want dat verandert je dat als persoon zijn op het moment dat je nu moet gaan voorbereiden? Of is dat nog steeds diezelfde instelling voor jou van... Mijn vechtershart is toch wel aanwezig? Als je wel, kijk, vroeger was het ja, gewoon een beker, weet je toch? Maar nu is het gewoon voor mijn zoon, snap je? Als ik hem win, is het voor hem. En ja, daar doe ik het wel voor eigenlijk, snap je? Beste motivatie. Ja, voor jezelf, maar ook dus, gewoon... Ja, maar dat is de beste motivatie wat je kan hebben, denk ik. Ja, snap ik. Ja, en het is natuurlijk ook leuk voor, hè? Papa is weer het kampioen geworden. Ja, en dan zie je weer trots. Gaat hij naar de sportschool zelf, want ik zie hem ook af en toe trainen. Ja, dus dan kan je ook tegen je zoon zeggen, papa is nu wereldkampioen geworden en Melvin gaat voor papa zorgen. Dat bedoel ik, 100%. Dat weet je al. Okay. Goed, nou, ik denk dat we aan het einde kunnen zijn van deze aflevering. Heerlijk, gaan we even lekker een energiedrankje even gezellig met z'n tweeën drinken, denk ik. Ja. Wil je er nou bij zijn bij de livestream? Dan kun je nog steeds kijken bij boxinginfluencers.com om je stream te bemachtigen. Zorg dat je dit niet mist, want dit wil je zeker zien, deze wereldtitelgevecht tussen Boy Boy Martin en Raymond Bonte. 5 rondes gaan ze tegen elkaar knokken. Gaan ze het 5 rondes volhouden? We gaan het zien. Melvin, dankjewel voor je komst. Thanks. Boy Boy Martin, veel succes nog met voorbereiden. Dank wel. En we gaan van je genieten. Yes. Dit was weer een nieuwe aflevering van The Punch. Bedankt voor het kijken. En we zijn de volgende keer weer met nieuwe gasten. Zorg dat je erbij bent. Tot dan. Hoi. Goed. Aanstaande vrijdag 28 mei, Boxing Influencers meets WFL. Met spectaculaire partijen, zoals het veelbesproken gevecht tussen Rarko en Sonny Lorenzo. De ultieme Tampa Battle, Greg versus Daryl. En het gevecht waar velen al maandenlang op zitten te wachten. De clash tussen Hanway en Joey Craig. Maar er is meer. In samenwerking met WFL zullen deze avond ook professionele kickboxers het tegen elkaar opnemen in de ring. Waaronder Mark Trijsburg, de comeback van niemand minder dan Ibrahim El Bouni. En het titelgevecht tussen Raymond Bonte en Boy Boy Martin. Dus haal je livestream ticket vandaag nog via boxinginfluencers.com.